Ben je klaar voor een nieuwe test? We hebben iets heel onverwachts voor je voorbereid. Onze vrienden hebben nog nooit zoiets als dit gedaan. Een geometrische challenge. De jongens zullen het moeilijk hebben. Maar ze kunnen alles doen om te winnen. Tijd om te beginnen. Laten we gaan. Chillen met vrienden is zo leuk. Samen rondhangen is veel beter. Wat heeft Jane meegebracht? Wow, magische koekjes. Het heeft de jongens compleet veranderd. Ze hebben elkaar nog nooit in deze looks gezien. Vind je het leuk? Het ziet er grappig uit. De vrienden willen ergens heen. Een café is een goede optie. Het zal niet erg comfortabel zijn in bovenkleding. Een driehoekige hanger? Dat is voor Tim. Bob neemt een vierkante. Wat moet Jane nu doen? Er zijn geen ronde hangers op deze plek. Ze heeft een uitweg gevonden. Heel creatief. Goed gedaan, Jane. Een hula hoop komt altijd te hulp. Geometrische challenge. Wat hebben de jongens vandaag op het menu staan? Maar het is niet zo gemakkelijk. Bob heeft de regels van de challenge gevonden. Ze moeten hun gerechten eten zoals op de foto. De vrienden accepteren de challenge. Heeft de ober het goed gedaan? De vormen van de gerechten moeten overeenkomen met de eigenaars. Wow, we eten zonder handen. Verstop ze achter je rug. Geen gereedschap, geen handen. Tom laat het werken. Hij doet het zo vakkundig. En Bob is er ook goed in. Maar hij zou toch wat lessen van Tom moeten nemen. Jane kent de regels heel goed. Ze zeggen niets over het aanraken van het bord. En ze heeft meer afgebeten dan ze kon kauwen. Hoe moet ze het ei uit haar haar wassen? Ze hebben gekregen wat ze verdienen. En het lijkt erop dat Jane niet eens vies is geworden. Geometrische challenge. Tom heeft driehoekige sushi-rollen. Plaats rijst op nori. Verspreid Tobiko kaviaar gelijkmatig over de bovenkant. Bestrooi met sesam. Draai het om. Bestrijk met roomkaas. Voeg stukje zalm toe, komkommer en rol maar. Vergeet de vorm en versiering niet. Jane bestelt pizza. De topping van de pizza is helemaal rond. En Bob wil een vierkante hamburger. Verdeel een vierkant broodje in twee delen. Besmeer de benedenste helft met saus. Leg er sla op. Een burger. Hey, veel beter. Hou je aan de gewenste vormen. Kaas en bedek het. Klaar. De vrienden kunnen niet wachten. Haast je niet. De taak komt eerst. Is dit een grap? Hoe kunnen we dit eten met bouwgereedschap? De jongens moeten een uitweg vinden. Vooral Bob. Hij doet het geweldig. Jane moet voorzichtiger zijn. Het zal heel erg zijn als iemand haar pizza afpakt. En Bob blijft maar in rondjes rondlopen. Niets werkt voor hem. Hé, waar gaat hij heen met zijn hamburger? Ja, Bob heeft een hele vreemde smaak. De hamburger zal zeker niet bederven in de koelkast. Maar wat is Bob van plan? Hebbes. Het is makkelijker om de hamburger zo te kraken. Het lijkt erop dat Bob zich heeft laten meeslepen. We vragen ons af of het heeft gewerkt. Wow, een meesterwerk. Je kunt ermee naar een museum. De jongens vinden het geweldig. Geometrische challenge. Wat een ongewone M&M's. Bob had deze keer een beetje meer geluk. Giet gesmolten glazuur in een siliconenvorm en laat het hard worden. Smeer er dan chocoladeganache over. Gebruik pinda's, plastic folie en gesmolten karamel om een vierkant nootje te maken. Wacht tot het hard is en leg het in het midden van onze M&M snoepjes. Bedek het met nog een laag chocolade. Doe er glazuur op. Spreid het uit. En laat het hard worden. Versier het als een echt snoepje. Geweldig! We kunnen niet wachten om het te proeven.
Wat heeft Jane? Huh? Het lijkt erop dat ze het niet krijgt. Fanta in een ronde bal. Geweldig! Pizza maakt je altijd dorstig. Wow, kan Tom deze donut aan? Of zal de donut Tom overnemen? Snij een stuk van de gewenste vorm uit het gistdeeg. Snij het overtollige eraf. We zullen het niet meer nodig hebben. Frituur het om een bruine korst te krijgen. Laat het afkoelen en bestrijk het met glazuur. Versier met kleurrijke hagelslag op het einde. Tijd om aan de slag te gaan. De jongens maken ruzie omdat iedereen aan het wiel wil draaien. De meisjes gaan eerst. En schoolbenodigdheden. Kunnen ze het aan? Tom wil heel graag een pen. Maar Jane laat hem niet kiezen. Ze heeft ook een pen nodig. Wat is ze van plan? Bob wil dat alles klopt. Dit is wat Jane heeft bedacht. Ze gaat een pen gebruiken in plaats van een rietje. Heel creatief. Bob heeft zoveel chocolade. Tom wil ook aan de donut, maar hij krijgt het niet voor elkaar. Hoe kan ik eten met een liniaal en een potlood? Ik moet een oplossing vinden. Maar op dit moment heeft hij geen flauw idee. Dat is een leuke optie. De jongens zijn er niet blij dat Tom de regels negeert. Maar hij kan er niets aan doen. Geometrische challenge. Wat denk je van een andere opdracht? Laten we alle kaarten openen. Een watermeloen? Phew. Het zijn gewoon watermeloenen met overeenkomstige vormen. Wat een geweldig einde. Jane heeft geluk met de vorm. Ze droomt al over een hele watermeloen. Genoeg gewacht. Huh? Het is maar een klein rondje. Deze keer heeft ze niet zoveel geluk. Maar een watermeloen is zo zoet en sappig. Blijkbaar vond Bob een van de uitdagende taken erg leuk. En Jane zal moeten genieten van wat ze heeft. Je kunt dit stuk niet eens in tweeën delen. Het was lekker, maar het is tijd om te betalen. Bob is niet echt blij als hij het bonnetje ziet. Zelfs Jane is verbaasd. Dit is niet wat de jongens verwacht hadden. Is deze strook eindeloos? Misschien niet, maar het aantal dat erin staat is zeker enorm. Hey, het lijkt erop dat de jongens een uitweg gevonden hebben. In tegenstelling tot Tom. Hij werd betrapt. Huh? Hij zal de schuld op zich moeten nemen. Dat is waarschijnlijk niet zijn favoriete ding om te doen. Alice is moe, dus heeft besloten om tv te kijken. Hebben de jongens vergeten iets schoon te maken? Het is beter om dit soort dingen niet openlijk te doen. Gewoon niet doen. Wow, ze had niet verwacht dat dit zou gebeuren. Het lijkt erop dat ze van haar nieuwe look houdt, maar Jane vindt het helemaal niet leuk. Geometrische challenge. Deze druiven zijn lekker. Kan Alice het bij de eerste poging? En wow, mooie worp. Het lijkt erop dat Jane de druiven erg lekker vond. Meer. Huh? Jane is net als Pac-Man. Kijk uit. Huh? Ze liet zich meeslepen. Geometrische challenge. De vrienden spelen verstoppertje. Jane is een zoeker. Waar zou Alice zich kunnen verstoppen? Ik moet haar grondig zoeken. Misschien hier? Ze is nergens te vinden. Ze is een pro in dit spel. Nou, nu Jane Alice niet kan vinden, gaat ze stout doen. Het is zo leuk om foto's van je vrienden in een lijstje te hebben, maar deze foto is te realistisch. Wacht eens even. Het lijkt erop dat het helemaal geen foto is. We hebben Alice gevonden. Geometrische challenge. Wat is hij aan het doen? Een lastig plan aan het bedenken? Alice mist iets. Waar is het laatste deel? Ik moet het zoeken. Hé, laat je spullen niet onbeheerd, zelfs niet voor een minuut. Er is duidelijk iets mis met deze lijm. Zeer verdacht. Waarom zou Alice alle delen van de piramide moeten lijmen? Dat is in orde. Niemand zal in staat zijn deze piramide te breken. Ze heeft besloten om een spelletje te doen met Jane. Als Jane minstens één ring kan raken, krijgt ze een speeltje. Maar je moet betalen voor het spel. Oh, Jane. Ze had meteen door dat Alice een listig plan had en maakte zich er klaar voor. Een worp. En het speeltje gaat naar de winnaar. En zij moet het geld teruggeven. Alice had niet eens in de gaten dat ze bedrogen werd. De smaak van overwinning is onvergelijkbaar.
Welke vorm van het eten vond jij het lekkerst? Druk op de duim omhoog en geef hieronder een reactie. Meer interessante en spannende challenges zullen binnenkort op ons kanaal te zien zijn.